Laten we wat vaker gezellig doen. Jij doet het? Nee. Jawel, je moet het er gewoon opleggen. Nee, want dan vallen ze er vooral. Hallo, dit is mijn ingeving. Welkom bij Casa Calvina, aflevering 1. Woe! Dit is mijn lieve vriendin Nina. Wij hebben een nieuw huis gekocht en dat betekent dat we ons oude huis moeten verlaten. En nou dacht ik, wat kun je nou beter doen dan die fase in je leven uitmelken? Dus dat gaan we doen in een paar leuke afleveringen genaamd Casa Calvina. Leuk bedacht. Leuke naam toch? Echt leuk bedacht. Heb je zin om te verhuizen, schat? Ja, ik heb heel veel zin om te verhuizen. Ja, waarom? Omdat het groter wordt. En alles wordt gewoon schoon en nieuw en opgeruimd. Dat betekent dat we dit pauperparadijs achter ons laten. Ja! Ja! Ja, we zijn wel een klein beetje tokkies geworden. Maar dat komt omdat je weet dat je gaat verhuizen. Ja. En dan ga je eigenlijk ook weinig opruimen en zo, want ja, je gaat toch weg. Ja, Kelvin maakt namelijk ook niet meer schoon omdat we gaan verhuizen. Nou, jij ook niet. Ik vroeg dus of ik de douche zou schoonmaken en toen kwam ik thuis. Wij hebben de afgelopen 2 jaar even aan elkaar kunnen snuffelen. Ja, en het is toch lekker dat als je naar zo'n ander huis gaat, dat je dan een moment kunt vinden waarop je tegen elkaar zegt, oké, nu gaan we even 100% eerlijk tegen elkaar zijn. Oké, nou spannend. Ik ben benieuwd wat je over mij te zeggen hebt. Er komen een aantal afleveringen van Casa Calvina. Vandaag gaan we dus 100% eerlijk tegen elkaar zijn. Volgende week doen we weer iets anders. De week daarna doen we weer iets anders. Allemaal omtrent het thema verhuizen. Ik word echt een kattenfluitje, denk ik, later. Dat ben je al. Zal ik maar beginnen? Nou, doe eens gek. Kom even mee. Die wasmand. Ja. Daar ligt niks op, hoor. Dat wou jij wel zeggen, hè? Maar daar ligt altijd, Nina, daar ligt altijd iets op de wasman. Maar jij hebt het zo vaak de laatste keer gezegd dat ik het letterlijk niet meer doe. Ja, ik zit de edit te checken van deze aflevering. Ik dacht, kijk even in de badkamer, want Nina zegt dat ze het letterlijk niet meer doet. Het is weer zover. De naast, de op. Ja, het is gewoon de harde waarheid. Het is gewoon de harde waarheid. Als ik me uitkleed, 's avonds, en mijn pyjama aandoe, dan doe je dat in de badkamer. En dan leg je kleren die je misschien de volgende dag weer aandoet. Boeien! Leg je dan hier zo op de wasmand, zodat je de dag daarna, na het douchen... Interessant! Gelijk, hup, nu je kleren weer hebt. Dat doe ik dus. Zo, nou, daar sta ik van te kijken, zeg. Echt waar? Hoe gaan we dat dan in het nieuwe huis doen? Waar leggen we dan de kleren neer? Want op de wasmand, dat vind ik eigenlijk geen optie meer. Dat kan ook straks niet meer, want de wasmand zit straks niet meer in de badkamer. Ah, oké, dus dat is de oplossing. Ja, we verplaatsen het probleem. En nu we er toch zijn, de was überhaupt. Ik word helemaal gek van de was. Oké, maar jij mag het best wel vaker doen hoor, Kelvin. Yes! Nee, maar nou jij moet doet het. Zo... Nee. Nou moet je niet zo Nee. Jij doet alleen maar de was als ik het aan je vraag. Nooit aan jezelf. Dat klopt. Ik vroeg letterlijk vanochtend: hey, wil je misschien het bed even afhalen in de was doen? Even draaien, cameraman. Wat ligt daar op die bank? Ik dacht dat dat een beetje zo onze rolverdeling was. Wat is jouw rol dan? Gewoon de vuilnis. Zijn enige rol in het huishouden is letterlijk de vuilnis op de zak legen. Gewoon opruimen en gewoon dat allemaal. Oké. Dus ik moet vaker de was doen. Ja. Uit mezelf. Ja, want letterlijk 2 maanden geleden moest je nog, toen woonden we hier 2 jaar, vragen over welk programmaatje en hoe je dat werkt. Nou, als je dat na 2 jaar nog niet weet, dan zegt dat wel genoeg, hè? We gaan verder! Ik heb een relatie met een man, die komt van de boerderij, is wel een beetje handig. Weet je, die pakt wel even wat klusjes op. Ik zou het wel fijn vinden als jij dat gewoon iets vaker zou doen. Dit kastje is nu goed gemaakt, maar dat heeft 1 jaar lang geduurd voordat eindelijk deze scharnier op de goede plek is gezet. Zie je die gordijnrails daarboven? Kan je dat zien? Is dat er zeg maar de oorzaak van dit? Dat Kel niet denkt, hey, weet je, ik ben een handige Harry. Laat ik dat even fixen. En dan kunnen die vrouwen zeggen van, hey Nien, kom op, vrouwen kunnen dat ook. Nee, maar kijk, ik doe dus het huishouden. Dus dan ga ik ervan uit dat Kel dat soort dingen doet. Net als de was. In de categorie was, oké, dat wil ik wel doen. Maar ja, ik ben gewoon, ik heb dit zelf gedaan, maar dan gaat het gewoon verkeerd. Dus je wil dat ik mijn klusjesman ben. Nou, gewoon even iets meer die dingen oppakt, weet je wel. Ik kan ook niet alles doen, weet je wel. Ik werk 7 dagen in de week om het gezin te onderhouden en... 2 katten. En dan moet ik ook nog klusjes doen. Ja, voor mij wordt het soms ook te veel. Ik heb bijna medelijden met jou.
Welkom in de keuken. Ik heb een specifiek verbeterpunt voor jou. Voor mij ook. Een specifieke, ja. Of voor ons? Nee, voor jou. Toen ik vroeger een kleine jongen was en ik liep van de woonkamer naar de keuken, toen zei mijn vader: wat ga jij doen? Ik zo, nou, ik ga naar de keuken. Hij zei: neem jij dan even wat mee? Dus toen nam ik een bord mee of een glas. En dat gebeurt bij jou toch vrij weinig. Je laat het toch vaak op tafel staan, moet ik eerlijk zeggen. Oh nee, dit kan je echt niet zeggen. Nee, dat is echt En waar. Dit is rechtstreeks naar mij. Kijk, ik doe het, maar je doet het zelf ook niet. Ja, maar ik doe het vaker dan jij. Nee, dat is jawel. Oké, maar dan ga jij vanaf nu, altijd als we opnames in huis hebben gehad, ook alle glazen opruimen. Want dat gebeurt ook echt niet. En ook je mokken uit het kantoor. Jij moet wel, als ik iets van jou vraag, moet je er meteen twee terugvragen. Tuurlijk, ik ben zaakvrouw. Ik heb een algemeen punt. Ik vind dat wij best wel veel spullen hebben. Vind je niet? Dat vind ik echt niet. Oh, kut. Zie je zo binnenkomt. Hé, je loopt zo. Ah, kom even lekker op bezoek. Bij Calvin en Nina. Hè, wat zie ik nou allemaal? Een ka en een... Oké, maar dat komt... En een kistje en een vaas. Dat komt omdat het allemaal open kasten zijn. In ons nieuwe huis hebben we dichte kasten. En dat is het probleem voor op. Nou, dan zie je het niet. En dan hier. Kijk, dit is ook weer zo'n... Kijk, ik was... Misschien moeten we ook wat vaker gewoon de jassen en zo... In de nieuwe hal krijgen we allemaal dichte garderobekasten. Dus dat zie je allemaal niet. Oké, probleem verholpen. Nou, ik wil alleen maar zeggen dat straks we hebben een nieuw mooi huis. Dus ik zou het wel leuk vinden als je wat vaker thuis bent. Kan ik niet gewoon een cut-out cardboard voor mij neerzetten? Dan ben ik er ook. Hoe gevoelig is deze jongen? Is dat niet te doen? Er zit geen emotie in. Kijk, die is voor mij wel moeilijk. Want ik wil... jou heel gelukkig maken. Maar ik wil ook geen dingen beloven waar ik dan over een maand van... Dus het gaat niet door en we gaan door naar de volgende. Nee, je moet het gewoon even herhaaldelijk tegen mij zeggen. Wanneer is de laatste keer dat wij met z'n tweeën een ochtend lekker aan de tafel hebben ontbeten? Lekker vanochtend. Uitgebreid met broodjes. Ik kan me de laatste keer niet herinneren. Vanochtend. Toen heb je hier een broodje voor me gesmeerd. Laten we wat... vaker gezellig doen. En dan ook gewoon eventjes de tv uit en gewoon... Zullen we dat ik ben altijd voorin, maar dan moet je wel thuis zijn. Nee, je kan ook gewoon zeggen, oké, is goed Kelvin, laten we dat doen. Je kan hem ook positief maken. Oké, laten we dat doen. Hallo, dit is mijn ingeving. En ik maak hem af. Kijk, als Nina thuis komt... Doe maar even na dan. Hallo, ik ben thuis. Ja, nou, ik had echt een leuke dag. En ja, nou goed, dat was... ja, en ze... Love Island. Ja, zo waar. Je haalt je jas niet op. Klopt. Dat kan jij niet. Maar dat komt. Jullie hebben onze kapstok gezien. Er is geen plek meer op onze kapstok. Jawel, je moet hem er gewoon opleggen. Nee, want dan vallen ze er weer af. Dan moet je even wat jassen wegdoen. Doe lekker zelf wat jassen weg. Hang een vet veel jassen voor jou. Je moet er meer haakjes hebben. Meer haakjes. Meer denk haakjes. In oplossingen. Welkom in onze badkamer. A.k.a. een tyfuszooi. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit niet meer hier hangt en de washandjes daar en de potjes nou, daar en zo allemaal? Als je een beetje goed hebt opgelet toen hij de badkamer ging ontwerpen, toen zag je dat in de inloopdouche aan het einde van die rekjes hangen, precies waar je handdoek overheen hoort hangen. Dus dat gaan we doen. Er is al een oplossing lieverd. Ik heb er allemaal over nagedacht. Ik ben al lang met die oplossingen bezig. Oh, wat goed voor jou. Dat vind ik echt knap. En... Helemaal doe jij. En dan vraag ik me nog wel één ding af. Waar hebben wij genoeg ruimte voor alle fucking potjes? Want ik wil heel even dit aan de kijkers laten zien. Potjes voor mij. Potjes, flesjes, tubes en potjes. Een föhn. Potjes, flesjes en tubes. Potjes, flesjes, tubes op de grond. Potjes, flesjes, tubes in de douche. Wacht, zal ik jullie nog wat leuks laten zien? Heb ik dat echt nodig? Kijk, ik heb wel mijn extra potjes en tubes neergezet, want het past niet meer in de badkamer. Wat gaan we daar aan doen? Jij let dus weer niet op als iemand een badkamer voor je ontwerpt. Ik weet dat daar ruimte voor is, maar dan gaat het niet allemaal... Het kan niet zo zijn dat we, ik denk wel 100 tubes hebben, en flesjes, en dat we ze alle 100 nodig hebben. Ik hou gewoon van voorraad, Kelvin. Misschien moeten we soms ook, en dat heb ik wel gezegd al, een plek creëren waar we dingen neerzetten... die we dan weer weg kunnen geven. Ja, maar ik heb ook al gezegd dat ik het een goed idee vind. Oké, fantastisch. Fantastisch. Wat fijn dat we elkaar zo goed kunnen vinden in dit traject. Ja. En dan nog even de tuin, want wij hebben straks een tuin.
Moeten wij iemand fixen die dat een beetje... Of gaan we dat zelf doen? Want dit is natuurlijk ook weer echt fucking triest. Nou, ik vind dat ik hartstikke hard mijn best doe voor de tuin. Nou, kijk even naar deze plant, schat. Dit is toch... Maar hoe vaak heb jij nou water gegeven dan? Nou ja, schijnbaar niet vaak. Maar kijk, ik doe mijn best. Ik heb deze mooie pot op mijn plant gekocht. Ik heb deze tafeltjes gekocht. Deze ook voor mijn verjaardag gevraagd. Maar dat ik doe tenminste wel mijn best. Moeten we niet gewoon iemand die ook de tuin een beetje doet? Ja. Nou ja, verder is het natuurlijk echt fucking triest. Dit is gewoon Chernobyl, dit. Ja, alsof maar... het radioactief is. En even van mijn moeder gekregen. Van mijn moeder. En die kijkt dit nou en die denkt, potverdorie zeg. Daar heb ik mijn eigen zoon niks aan gedaan. Ze kunnen ook helemaal niks. Werk aan de winkel. Maar het gaat lukken. Het gaat lukken. Volgende week weer Casa Calvina. Abonneer op mijn kanaal, ook op Nina haar kanaal. Wil je nou meer zien van de verhuizing? Dat kun je in Nina haar vlog bekijken, dus check dat sowieso. Volg ons op Instagram, like de video, wees gelukkig. En ik hou van je moeder. Doei!